We zitten midden in het cijferseizoen en dat zijn spannende tijden. In Amerika heeft inmiddels meer dan een derde van de bedrijven hun cijfers gepubliceerd. En wat blijkt, 80% van die cijfers zijn beter dan verwacht. En de verwachtingen die waren al hoog gespannen. Dubbele cijfers in de groei van winst en omzetten. Het gaat dus goed in Amerika, maar dan zie je toch een heel andere beweging bij de aandelenindices, want die zijn aan het struggelen. Als je een technisch analist nu zou vragen, wat is het patroon bij de Dow Jones, de S&P 500 index en bij de Nasdaq, dan zal die praten over een dalende driehoek. Een driehoek waarbij je ziet dat in de afgelopen maanden er steeds lagere toppen zijn gevormd. En aan de onderkant zie je dat de bodems van februari en de bodems van begin april de horizontale onderkant vormen. En u begrijpt, dan krijg je inderdaad een dalende driehoek. En wat is dan de voorspellende waarde van zo'n dalende driehoek? Nou, het gaat niet zozeer om de voorspellende waarde. Waar het vooral om gaat is om de waarde, wat in feite belangrijk is, als de bodem breekt. En die bodem die ligt zo'n 2-3% lager dan waar de aandelenindices zich op dit moment bevinden. Dus er is nog een stukje ruimte om terug te zakken en dan kom je op een super cruciaal niveau. Want breekt de bodem van zo'n dalende driehoek, dan is de voorspellende waarde in ieder geval dat je een forse tik terug kunt krijgen. Nou, of dat op dit moment allemaal gaat gebeuren, dat zullen we gewoon moeten afwachten. Het kan namelijk ook zo zijn dat je uiteindelijk uit het dalende ritme breekt en dat je de dalende lijn van de driehoek breekt en dat je dan vervolgens weer kunt gaan herstellen. Op dit moment is de markt echter ook in de ban en ook heeft ook best wel last van de stijgende rente. Want de kapitaalmarktrente, 10-jaarsrente, is boven de 3%, de gevreesde 3%. En ik had persoonlijk verwacht dat dat zou leiden tot een nog fellere neerwaartse reactie dan die we tot nu toe gezien hebben. Misschien komt het nog, van de andere kant, dat hobbeltje van 3% was best belangrijk. De hele wereld, tussen aanhalingstekens, heeft het erover. Dan valt de reactie misschien nog wel mee. En ja, de vraag is dan, kunnen we dan straks uitbodemen, zo ergens op die dieptepunten van februari en begin april? En kunnen we vanaf daar dan weer vooruit gaan kijken? Keert de rust dan daadwerkelijk terug? Het is nog te vroeg, want het zal onder andere bijvoorbeeld afhangen van de cijfers van een enkele grootmachten, zou je kunnen zeggen. Wat te denken van Apple? 1 mei is D-Day en dat is een hele belangrijke, want de techsector is in beweging. Ze doen het overigens de laatste tijd eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze liggen onder druk, de FANG-aandelen. Er wordt ook wel gesproken over een defang, oftewel een ontvanging van de markt. De Facebook, de Apples, de Netflixen, de Googles. Resultaten vallen over het algemeen wel mee. Netflix, Google zijn al geweest. Facebook, Apple komt eraan. En wat te denken van Amazon morgen en Intel. Er staat dus nog een hoop op de rol. Belangrijk dus om te zien hoe die cijfers verteerd gaan worden. Zakken we terug naar de onderkant van de dalende driehoek, dan wordt het spannend om die driehoek en zeker ook die bodem in de gaten te houden. Als we kijken naar Amsterdam, dan ligt het cruciale niveau voor in ieder geval de kortere termijn op 5,48. Een slotkoers van de AEX onder 5,48 zou ik als een verkoopsignaal willen betitelen. Tot nu toe lijkt het ritme nog steeds in golfjes omhoog gericht, misschien wel in staat om de 5,70 aan te tikken. Weet u nog, dat was het hoogste punt van dit jaar. We zijn er niet zo heel ver verwijderd van geweest, want gisteren hadden we een goede dag en stonden we al op 5,56 en leek het ritme opwaarts gericht. Maar in de zone 5,55, 5,58 ligt een duidelijke barrière. Korte termijn is de index dus gevangen in een 10-punten-range. 5,48 onderkant, 5,58 bovenkant. Misschien dat Draghi morgen met zijn opmerkingen over al dan niet afbouwen van stimulanspakketten iets kan betekenen voor de markt. Misschien betekent dat dat de euro weer wat zwakker wordt en geeft dat lucht aan de Europese bedrijven. Wordt de concurrentiepositie beter? Of wordt dan de dollar misschien weer te sterk? Nou, het zijn allemaal dingen die aan elkaar gekoppeld zijn. Meer vragen misschien op dit moment dan antwoorden. Technisch gezien is het zaak om de niveaus in de gaten te houden en een actieplan voor te bereiden. Feit is in ieder geval wel, dat zei ik vorige week ook al, dat het opmerkelijk is om te zien dat goede resultaten niet meer automatisch leiden tot serieuze koersprijzingen. En dat geeft te denken. En als er dan ergens een trigger van links of rechtsom op de markt afkomt, dan wordt het bangen voor de onderkant. Voorlopig dus vinger aan de pols.